Dit is Moshe Friedman, naar eigen zeggen rabbijn, al klopt dat volgens Joods Actueel niet. De man heeft in het verleden een aantal uitspraken gedaan waar een groot deel van de Joodse gemeenschap van steigert. Zo vond hij onder meer dat er een einde moest komen aan de staat Israël. Hij zou ook goede contacten hebben met de Iraanse leider Ahmadinejad. Dat alles wordt hem niet in dank afgenomen, want twee Joodse scholen weigeren nu om zijn kinderen in te schrijven. En daar is Friedman niet over te spreken. We hebben gewoon de normale procedure gevolgd en echter vriendelijk en beleefd en hartelijk verzoekt om beide scholen van eigen keuze van de kinderen te inschrijven. En wij worden, spijtig genoeg, worden de kinderen geweigerd. Volgens Friedman komt dat enkel door zijn gedachtegoed. Het is geen twijfel en die betwisten dat ook niet, dat het gaat over een act van wraken en verzoek om de vader, dat ben ik in dat geval, op druk te zetten over mijn mening over Israël, over het Zionisme, over mijn goede contacten met wereldregeringen en wereldnationen. Die school kan niet beslissen welke kinderen. Dat is een openbare school. We hebben ook geen andere keuze. Daarover zijn het ook Joodse scholen hier. Mijn kinderen zijn Joodse kinderen. Ik zie überhaupt geen probleem. Friedman hoopt via de gerechtelijke weg toch nog een plek te kunnen afdwingen voor zijn kinderen. Bij één school, Benot Jeruzalem, wil de directrice het debat niet in de pers voeren. Ze verkiest om zich met haar school sereen op te stellen. Friedman voerde eerder ook al een gelijkaardige procedureslag tegen een school in Oostenrijk. Toen zou hij gelijk gekregen hebben. Nu donderdag buigt de kortgedingrechter in Antwerpen zich over het dispuut in ons land.